de eerste keer dat je een workshop van Paul de Vries meemaakt? Wel in deze vorm, hij is ook al een aantal keer op ons bedrijf zelf geweest. Dus niet de eerste keer dat ik deze verhalen, de werkwijze hoor, zeg maar. En toch ben je weer gekomen? Ja, het is altijd goed om je te blijven ontwikkelen. En van de vorige keer heb ik en mijn collega's heel veel geleerd. Dus ik denk, ik ga nog een keer naar voor een hele middag. Heb je nieuwe dingen gehoord ten opzichte van de vorige keer? Ja, er zijn toch wel weer een paar dingen die weer wat verder uitgediept zijn. Onder andere een gedeelte van video's, een aantal scripten hoe je voicemails inspreekt, e-mails verstuurt. Dus ik heb zeker weer nieuwe dingen gehoord. Ja. Zou je een derde keer nog een keer komen? Nou, misschien wel, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat wij en andere collega's dat vaak zouden gaan. Want als we dit allemaal zouden volgen, zouden de resultaten waarschijnlijk nog een stuk beter worden. Die zou je het wel aanraden om hier bij aanwezig te zijn? Ja, zeker. Ik hoop mijn concurrenten niet, maar de rest wel.